VacuGamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op VacuGames. En jongens, zoals jullie weten, het zijn ondertussen de donkere dagen voor kerst. En we zijn ook natuurlijk heel erg druk bezig met het bouwen van een super epische kerstboom hier in mijn eigen Minecraft wereld. Gisteren zijn we eigenlijk helemaal tot de top gekomen, het bovenste puntje van de boom die zit erop. Maar alleen een kerstboom neerzetten is natuurlijk niet tof. Je moet er natuurlijk ook ballen in hangen, je moet er slingers in hangen, je moet er een piek bovenop zetten. En met een beetje mazzel liggen er ook nog kerstcadeautjes onder. Dus dat wil ik de komende paar dagen gaan doen. En als we dat gedaan hebben, moeten we natuurlijk ook nog gaan bouwen aan de kerststal. En dan moeten we best een beetje op gaan schieten. Want het is natuurlijk ondertussen al 9 december en nog maar 15 dagen. Dan is het kerst. Toch? Of niet? 16 dagen. Ik weet het ondertussen allemaal niet meer. Ik weet wel dat we haast hebben en dat we dus heel erg op moeten schieten. Want ik kan natuurlijk kiezen om glazen kerstballen in die boom te hangen. Dat leek me heel erg tof. Alleen waar ik geen rekening mee gehouden heb, is dat ik al mijn kleurstoffen die ik ooit in deze wereld had, dat ik die helemaal kwijt ben. Dus het lijkt mij toch beter om gewoon voor wollen ballen te gaan. Klinkt een beetje raar, maar dat is nou helemaal precies zoals ik het hebben wil. Gewoon verschillende kleuren erin. Ik heb een beetje bedacht van wat voor kleuren kunnen we nou eigenlijk in die kerstboom doen. Nou, het leek mij gewoon het mooiste om een heleboel verschillende kleuren te doen. Waaronder blauw en geel. Dat is altijd heel erg belangrijk. Ik vind blauw en geel een hele mooie kleurcombinatie. Ik weet niet hoe het met jullie gaat. Oh, wacht. Zien jullie wat ik zie? Zien jullie wat ik zie? Er is daar een kerstterrorist. Wacht even, ik ga even een klap op zijn bakkes geven. Ja, dude. Je kwam aan... Nee. Er waren al terroristen bezig om Sinterklaas op te blazen. Nu zijn ze ook bezig om de kerstboom op te blazen. Dat doe je toch niet? Kerstboom is het feest van vrede. Daar moet je geen kerstdingen opgelopen blazen. Dat is niet netjes en niet zoals het hoort. Ik ga eventjes... Wacht eventjes. Ik wou eventjes naar de schapen gaan om te kijken of daar nog wol was. Dat is natuurlijk ongetwijfeld. Maar misschien dat we ook nog een heleboel wol hier hebben liggen. Want dat hebben we natuurlijk allemaal over van Sinterklaas. Hoppakee. Kijk. Geel. Die kunnen we er sowieso in doen. Blauw kan. Alleen ik vind deze kleurcombinatie niet zo tof. Ik vind blauw en geel normaal gesproken een hele toffe combinatie. Maar ik vind dit en die... Nee. Nee, dat vind ik niet tof. Ik ga andere kleur zoeken. Eventjes naar de schapen. Gaan we kijken wat voor schapen we allemaal hebben rondlopen, jongen. En misschien dat we wel een hele toffe combinatie in één keer naast elkaar zien wandelen. Dat kan natuurlijk. Ik heb eigenlijk sprake van wandelende kerstballen op dit moment. En die moeten natuurlijk helemaal kaal, hè. Want schapen als ze in de... Ik kon spinnen. Dat is niet goed. Snel doorrennen. Nee. Schapen zijn heel erg tof. Alleen je hebt geen ene reet aan schapen als hun wol op hun reet zit. Dus die moeten we gewoon kaal knippen. Want kale schapen, die zijn baas. Vindt... Hey, Bubby. Wat stond je te doen, jongen? Wil jij gewoon een executie in je nek? Nou, dat is goed, hoor. Alsjeblieft. Hier moet ik ook nog steeds eventjes een keertje fixen. Mijn hele wereld zit ondertussen helemaal vol met gaten. Allemaal overal. Sommige gaten heb ik gemaakt. Dat is compleet mijn eigen schuld. Maar sommige gaten zitten er toch echt in door terroristen. En dat is niet tof. Want terroristen, dat zijn losers. Vind ik dan, hè. Sommigen vinden het niet. Ik vind het wel. Hoppakee. Schapenfarm Alibebe. Even kijken. Wat voor toffe kleurcombinatie kunnen we hier vinden? Misschien dat rood. Oh, nee. Ik wil je niet slaan. Ik wil je knippen. Kom hier. Rood. Is dat tof? Rood en geel? Een rood en gele boom. Ik denk dat dat op zich best wel eens iets zou kunnen worden. Maar eens even kijken. Dat is mooi, want als het goed is heb ik ook nog een heleboel rode wol over. Oh nee, dat heb ik natuurlijk niet. Ik heb Sinterklaas in de hens gestoken. Sinterklaas is afgefikt. Dus al mijn rode wol is weg. Oh man. Dat zou je ook echt altijd zien. Waarom heb ik daar met mijn domme kop niet over nagedacht? Dat ik die wol binnenkort misschien nog wel eens heel hard nodig zou kunnen hebben. Voor een hele toffe kerstboom. Oh, stom. Dat is niet heel erg handig, Vaco. Denk eens een beetje na over de dingen die je doet. Dat is echt mijn zwakste punt. Ik denk nooit na over dat soort dingen. Meestal als ik zoiets heb van, hey, ik heb een tof idee. Go, meteen voor dat idee gaan. En niet nadenken wat er nou eigenlijk allemaal mis zou kunnen gaan. Nou, in dit geval dat ik dus gewoon te weinig wol heb om die hele kerstboom mee te versieren. Maar, ik heb wel een hoop geel. En ondertussen ook best wel een hoop rood. Dus ik denk dat ik daar best wel een heel eind mee kom. Laten we het gewoon proberen. We moeten natuurlijk ook... Oh, nog eentje rood. Glowstone hebben. Voor de kerstlichtjes. Hoppakee. Move jij. Ben je dikke schapenreet. We hebben als het goed is ook nog ergens... Dat moet ik ook nog een keer repareren. We hebben ook nog ergens glowstone liggen. Dat is natuurlijk tof. Want daar kan je allemaal hele mooie lampjes mee maken. Niet te veel. Want dan krijg je gewoon één grote vuurtoren. En dat is ook niet de bedoeling. We moeten een kerstboom hebben. En een kerstboom die moet altijd een beetje...
zacht licht uitstralen. Het moet geen, zoals ik net ook al zei, een vuurtoren worden. Dat is niet tof. Want het moet niet zijn dat het licht geeft. Het moet een gloed geven. Een kerstgloed. Zodat je denkt van, oh, mooie kleine lichtjes. Dat is tof. Oké, ga jij ook dan weer eens even lopen vervelen hier? Ga eens even weg, man. Jongen, jongen. Je mag niet meedoen met mijn kerstspel. Want het is alleen toegestaan voor engeltjes, schapen. Er is een kip ontsnapt. No! Hé! Hey! Ga jij eens even terug. Jij bent geen kerstkip. Ga terug. Terug naar huis. Foei. Ja, ga maar in de hoek staan. Stoute kip. Foei. Glowstone. Die hebben we ook nodig. Laten we die eens eventjes gaan regelen. Want die liggen natuurlijk gewoon in mijn huis. En die had ik allemaal gecheat. Dat weet ik. Maar ik vind dat ik gewoon terug mag pakken wat Minecraft weer eens een keertje helemaal vernacheld heeft. Waarom gooit Minecraft nou elke keer al mijn spullen weg? Ik word er zo helemaal gek van. Je moet er gewoon tussen versies kunnen switchen. Ik vind van wel. Ik vind dat dat gewoon nodig is. Hoppakee. 1, bam, hotseflots. Nou, de piek doen we natuurlijk als laatste. Dus ik moet hout hebben om er überhaupt bij te kunnen komen. Zo. Gaan we eens even kijken. Eerst de onderste verdieping, want hier moet natuurlijk het een en ander aan kerstballen inkomen. Zo. Hoppakee. Gele, die hangen we er zo meteen naast. Hier nog eentje. Daar nog eentje. Kijk, dat is ook de reden waarom ik af en toe zo'n inham heb gemaakt. Dan kan ik er een kerstbal in hangen. Zie je? Dat het best wel heel erg tof wordt. Dan komt hier een dingetje. Daar komt een bal. Daar komt een bal. Daar een bal. Daar komt gewoon een bal naast. Hop. Daar een bal naast. Daar een bal. Daar moet eigenlijk ook een bal. Hop. Deze kant is wat meer geel. Deze kant is wat meer rood. Niet er bovenop, gewoon erin. Nee! Ga erin! Stomme kerstbal. Hoppakee, sa. Nou, even kijken. Dan moeten we ook nog een paar glowstone dingetjes erin doen. Want er moeten natuurlijk ook wel kaarsjes in. Ik vind eigenlijk altijd als je een kerstboom hebt, dan vind ik die hele kleine lampjes vind ik tof. Sommigen die hebben ook van die hele grote lampen, maar dat vind ik niet heel erg cool. Ik ben meer van de kleine lampjes in de kerstboom. Van die hele kleine. Soms zijn het wel 100 lampjes. En dat is gewoon heel erg baas. Vind ik dan, is mijn persoonlijke mening. Jullie mogen echt totaal wat anders vinden. Als jij vindt, hey Vaco, je lult dat je nek. Dat is helemaal niet de beste manier om een kerstboom te versieren. Sure, go for it. Maar ik vind van dit dat dit de mooiste manier is. Zo. En nou is het jammer dat het net dag geworden is. Maar kijk, aan deze kant moet er nog wat meer. Oh, hier ben ik gewoon helemaal de glowstone vergeten. Stom. Daar. En daar. En daar. Zo. Is die mooi of is die mooi? Ik vind dat die mooi is. Moet ook lichtjes aan de onderkant natuurlijk. Dat heeft twee functies. A, het zorgt ervoor dat er geen rare beesten spawnen onder mijn kerstboom. En B, zorgt het er ook voor dat er een soort van warme gloed van onder de kerstboom uitstraalt. Dat is tof. Hop. Zo. Oké, go. Nu, verdieping nummer 2. Kijk eens, ik vind hem mooi worden, jongens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind hem tof. Zometeen helemaal aan het eind mogen jullie mij een cijfer geven voor deze kerstboom. Ik vind dat ik tot nu toe sowieso al op een 7 zit. Vind ik wel. Daar één, daar één. Hier één. Daar één. Daar één. Hier één. Hier komt een gele. Daar één. Hier kan nog een mooie rode. Ik heb wel te weinig spullen hoor. Maar dat is niet erg. Want dan kan ik ook gewoon nog proberen om wat meer geel erin te brengen. Daar één. Nou, eentje op de hoek. Kijk, dit vind ik dan tof, jongens. Dit vind ik leuk aan Minecraft. Gewoon een beetje kerstbomen versieren. Waarom niet? Moet toch gewoon kunnen? Hupsik idee. Er moet ook nog ruimte zijn voor lampjes natuurlijk. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. Nou, nog één. Hier nog één. En lampjes. Eén lampje. Twee lampjes. Waar nog meer een lampje? Daar kan nog een lampje. Hier kan een lampje. Dat is een mooi plekje. Daar kan een lampje. Hier op de hoek aan een lampje. Daar. 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 Ook misschien hier in het boven voor eentje. Daar nog eentje. Hier in de hoek. Daar. 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 En daar. Dan kan hier nog een gele. Daar nog een gele. Zo, voor mij heb ik nu alle vier de kanten gehad, hè? Lijkt me wel. We gaan eventjes kijken. Wat moet ik hier nou weer op klikken? Ga weg. Moeten we naar boven. Want dit is verdieping nummer 3. En we moeten er 5. Toch? We hebben 5 verdiepingen. In totaal. Het is net een huis met 5 verdiepingen. Het is net een flat. Maar dan anders.
Het is net een flat, maar dan een klein beetje anders. Ik heb te weinig rood, hoor. Ik heb echt te weinig rood. Ik zal zo meteen helemaal naar beneden moeten om gewoon wat extra rood te halen. Of ik moet gewoon heel zuinig zijn met rood op dit moment en meer op geel gaan richten. Eén. Want ik moet nog één verdieping hierboven. Oh, dat kan ik misschien net redden. Misschien dat ik net voldoende zou hebben. Dat zou echt heel erg mooi zijn. Dat hoef ik niet zo moeilijk te doen met de rode wol. En dan hier nog eentje, daar nog eentje, daar nog eentje. Wat heb ik nu alle kanten gehad, hè? Ja, dan kan hier ook glowstone in als kaarsjes. 1, 2. Dan hoop ik eigenlijk dat het zometeen, als ik helemaal klaar ben, dat het precies op dat moment donker wordt. Dat zou baas zijn. Als ik dat voor elkaar kan krijgen, dan ben ik echt helemaal happy. Daar eentje. Daar eentje. Hier het hoekje om. Oh, daar is stem. Dan gaat mijn glowstone. Zonde. Dan moet ik weer nieuwe glowstone vragen aan de kerstman voor oud en nieuw. Cadeautje voor oud en nieuw. Nee, cadeautje voor kerst. Zijn er mensen die cadeautjes krijgen voor oud en nieuw? Ik kan het me haast niet voorstellen. Dat is toch... Nee, dat kan niet. Je krijgt geen cadeautjes voor oud en nieuw, toch? Er is vast geen enkele cultuur die cadeautjes geeft met oud... Ja, wel. Tuurlijk zal dit ongetwijfeld wel zijn. Er is ongetwijfeld een of andere cultuur die cadeautjes geeft met oud en nieuw. Maar ik ken hem niet en ik krijg ze niet in ieder geval. Dus dat is best wel heel erg jammer. Hier nog eentje. Daar nog eentje. Daar. Nee, niet daar. Daar. Hop. Heb ik er nog twee. Dan hier één en daar. Eén. Geel. Hier zit nog. Dat is goed. Daar. Ik vind hem echt tof worden, jongens. Ik ben oprecht trots op deze Minecraft-creatie. En natuurlijk, het is echt totaal geen gigantisch gebouw. En het is ook geen indrukwekkend ding. Maar hij is wel mooi. En dat is ook heel erg belangrijk. Hij is wel, voor mijn doen, is dit een hele mooie kerstboom. Hoppakee. Kan ik hier nog bij? Ik doe er gewoon daar nog eentje. Hier één. Daar één. Hier onder één. Daar één. Er moeten natuurlijk ook hierboven nog wel een paar lichtjes. En glowstone heb ik voldoende, dus daar ga ik niet moeilijk over lopen doen. Alhoewel, ik heb er nog maar 7. Wacht even. Hoe gaan we dit doen? Ik moet even naar boven. Zo. Dan kan hier nog een mooi blaadje komen. Zo. Deze moet ik ook nog doen. Maar hier kan wel gewoon 1 gele in. Dat is goed. 1 geel. Hier een geel. En daar een geel. En dan moet ik ook nog een piek hebben. Zal ik dat gewoon met gele wol doen? Ik ga het gewoon met gele wol doen. Lekker makkelijk, lekker straight on, straight aan. Huppakee, oké, go. Dan moet ik hier een piek hebben. 1. 2. De piek is altijd een beetje rond. Zo. Zo. En als ik deze nou met glowstone doe. Zo. Oh, wacht, dan moet ik ze eigenlijk wel opvangen. Dat zou tof zijn. Kan ik ze opvangen? Please, nee. Au! Ik denk dat kan ik hem hoger maken. Dat lijkt me ook wel tof, dat hij net even een klein stukje hoger is. Dus deze 1, 2. Ik denk 1, ja. En dan deze van glowstone. 1. Dan straalt hij ook echt in de nacht. Dan hebben we echt een stralende ster bovenop de kerstboom staan. Nou, hoe cool is die? Deze moet weg. Zo. Dan moet ook nog eventjes de hele kerstboom rondlopen op dit soort rare houten bouwwerken van mij natuurlijk. Want een raar houten bouwwerk, die moet niet in de kerstboom. Die hoort daar niet. Daar is geen plek voor. Zo. Tenzij je natuurlijk ook zoals sommige mensen een trein door de kerstboom laat lopen. Ik heb nooit begrepen waar je die nou eigenlijk kan halen. Want ik heb ze nooit in een of ander tuincentrum gezien. Maar sommige mensen die hebben gewoon echt een trein. Die loopt er helemaal zo door de takken heen. Ik vind dat baas. Alleen, ben een beetje duur. Ben een beetje duur. Ik heb trouwens helemaal geen kerstboom meer voor Faco, bedenk ik me nu. Ah, zo niet erg. Ik ben toch bij mijn ouders. Dat is eigenlijk best wel heel erg raar. Om te zeggen, ik ben toch bij mijn ouders met kerst. Heb ik net een nieuw huis, ga ik thuis weer kerst lopen vieren. Dat is echt best wel dom. Ik verhuis een beetje 3-4 dagen voordat het kerst is, verhuis ik hier naartoe. En dan ben ik hier 3 dagen, dan ga ik weer 2 dagen die kant op. Het is toch een beetje mal. Maar, ondertussen, terwijl ik heel hard aan het lullen ben, is ondertussen wel de kerstboom bijna af. De kerstboom zelf die staat. Dan moeten er ook nog cadeautjes onder komen, maar dat regelen we de komende dagen wel. Even kijken hoe dit er van een afstandje uitziet. En please zeg me dat het donker wordt, dat zou heel erg tof zijn. Ja. Kijk eens jongens, ik vind hem tof. Ik weet niet wie jullie ervan vinden. Ik hoop dat jullie het een tof cijfer gaan geven. Maar dat mochten jullie natuurlijk doen, hè. Jullie mochten mij een cijfer geven voor deze kerstboom. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie zo meteen op de proppen komen.
Ik ga eventjes kijken wat ik ondertussen nog even kan doen. Want ik kan wel... Die wol moet ik sowieso nog terugleggen. Laten we dat gewoon eventjes opruimen. Laten we gewoon alles netjes houden. Dat ik in ieder geval kan weten van... Hier ligt de wol. Die is goed. Deze kan ik daar bovenop doen. Deze kan ik daar doen. Zo. Glowstone. Leggen we ook even terug. Oh shit, ik ben een stukje vergeten. Nou, voordat het donker wordt. Paniek, paniek, paniek in de kerstboom. Paniek, paniek, paniek in de kerstboom. Er moet een stukje van de kerstboom af. Paniek, paniek, paniek in de kerstboom. Paniek, paniek, paniek. Oké, kom hier. Stukje hout. Je hoort daar niet. Niet in mijn kerstboom. Zo. En nu, hopen dat het donker wordt. Even dat stukje hout meenemen, dank u. Hopen dat het donker wordt en kijken hoe het eruit ziet. Die weg, die weg, die weg. Go. Eigenlijk moet ik deze bomen ook weghalen. Want jij steelt alle shine van mijn kerstboom. Jij bent een wannabe kerstboom en dat willen we niet. Geen wannabe kerstbomen bij mij in de buurt. Oh, ik zit vast. No! Het zou wat zijn, als je vast zit met kerst. Hop, jij weg. Jij bent ook een wannabe kerstboom en ik hou niet van wannabes, dus weg met jou. Zo, hoppakee. Die spannen met die meuk. Dit moet ik ook nog even fixen. Heb ik nog hout bij me? Nee. Spruce wood, het is ander hout, hè, of niet? Is dit spruce wood? Ja, dat is ander hout. Ah, fijn weer. Nou, dan regelen we dat ook morgen wel. Kom op, zon. Doe eens doorzakken. Zak. Zak. Spannend, hè? Altijd spanning. Minecraft Survival aflevering op Vaco Games zijn altijd spannend. Zeker als ik er ook nog een beetje koffie ben gelopen zuipen. Gadverdamme, deze koffie is koud. Had ik dat niet eventjes... Dat is gewoon niet goed. Kom, zon. Zak. Ik moet gewoon echt wachten tot het donker wordt. Normaal gesproken is het altijd... Oh, wacht. Ik kan natuurlijk hier helemaal geen kerststal bouwen. Dan moet ik boompje omhakken. Oh, man. Hoe gaan we dat dan weer oplossen? Nou, wel. Jawel, dat kan wel. Ik kan deze boom omhakken. En die. En dan kan ik hier wel een kerststal bouwen. Toch? Jawel, dat is ruimte zat. Als ik dan hier gewoon een soort van hekje bouw. Dat hier de schapen kunnen lopen. Dan kunnen ze zo hier helemaal tot aan boompje. En dan kunnen ze deze kant weer op. En dan is hier de stal. Met Jozef en Maria en het kindje Jezus. En natuurlijk een os. Een koe. Oftewel een paar schapen. Misschien een herder. Maar hoe kom ik nou weer aan een herder? Die moet ik gewoon ook even fixen. Met, gewoon met wol waarschijnlijk. Gewoon een of andere. Misschien een soort South Park character. Dat gewoon heel simpel in elkaar zit. Maar dat het wel kan zien dat het een herder is. Kom som. Zak. Hij wordt bijna donker. Hij wordt bijna donker. Ik ga bijna van mijn kerstboom genieten. Oh, dit wordt spannend. Is die mooi of is die mooi? Ik vind van wel. Kom, zon. Doe een beetje je best. Het wordt steeds donkerder. Het wordt steeds donkerder. Ja. Oh, man. Misschien dat ik ook aan de onderkant nog een paar dingetjes eventjes snel kan versieren. Zo, misschien. Hoppakee. Kijk, dat het toch nog een klein beetje op de grond ook uitsteekt. Hop. Waarom niet? Misschien dat dit wel heel tof is. Even kijken, hoor. Van een afstandje. Misschien dat het ook wel heel erg lelijk is dat we denken van... What the fuck heb je nou weer gedaan? Nee, maar het is net of hij nou aidsvlekken aan de onderkant heeft. Dat is niet goed. Weg met jou. Nee, dat is niet goed. Geen rare vlekken aan de onderkant van mijn boom. Zo, mijn boom is gezond. Hoppakee. Ik heb helemaal mijn best gedaan om die boom mooi te maken. Dan moet ik ook geen rare gezwellen aan de onderkant maken. Oh, wat is die mooi. Ik moet van een afstandje kijken. Van echt van een afstandje. Ik ga vanaf mijn balkon kijken. Ja, dat is goed. Ik ga vanaf mijn balkon naar de kerstboom kijken. Kan ik ondertussen nog even een slokje koffie drinken voordat ik hem weer loop? Ik had vandaag mijn koude smerige koffie. Als je één tip mag geven. Als je koffie drinkt, zorg dat je koffie warm is. En niet dat het koud is. Hoppakee. Kijk eens eventjes, jongens. Is dit mooi of is dit mooi? Terwijl de maan zo opkomt. Ik vind dat deze kerstboom minimaal een 7 verdient. Denk ik. Tenminste, jullie mogen het zeggen. Dus als jullie zeggen van nou, hij verdient een 5,5, verdient hij 5,5. Maar ik ben oprecht heel erg trots op deze kerstboom. Hij staat de komende tijd. Hij gaat lekker eventjes genieten hier in mijn Minecraft Survival wereld. Natuurlijk over een tijdje moet hij ook weer weg. Maar voorlopig nog niet. Want het duurt nog wel een tijdje voordat het kerst is. Maar ondertussen hebben wij hier een hele mooie kerstboom. Er komen nog cadeautjes bij. Er komt nog een kerststal bij. Dus we hebben de komende tijd nog een heleboel te doen. En daarom hoop ik dat jullie ook vandaag weer eventjes een like op deze video willen doen. Jullie zouden mij er enorm mee helpen. En jullie zouden Vaco Games er enorm mee helpen. Dus laten we dat even doen. Laten we proberen de 2000 weer te halen. Dat zou super tof zijn. En voor nu. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen bij meer Minecraft Survival hier op Vaco Games. Mazzel!